Trekt de status op rijden? Ja, het gaat op zich prima, toch? Nou, ik raak eraan gewend zo langzamerhand. Auto's die te gast zijn bij de fietsers op de weg. Er komen steeds meer fietsstraten bij in Amsterdam. Zoals hier op de Plantage Middelaan. Dit is een klein jaar, denk ik, geleden tijdelijk aangelegd. Ze zeiden een proef. Maar inmiddels heeft de gemeente besloten om er een permanente fietsstraat van te maken. De fietsers hebben er zo hun twijfels over. Nou, hij is niet heel overzichtelijk en het nut is ook niet helemaal duidelijk. Rij liever op het voet, op het rijwielpad natuurlijk. Nou ja, ik vind het wel gevaarlijk omdat de auto's vaak niet doorhebben dat je rechts van ze wil rijden. Dus ze schuiven allemaal een eindje op naar rechts en dan kan ik er niet meer tussendoor. En dat vindt de Fietsersbond ook. Ga maar in die spuistraat kijken. Je ziet wat de fietsers gaan doen. De snelle, kwetsbare fietsers durven niet meer te fietsen. En de snelle fietsers gaan op de stoep rijden om de auto's heen te rijden als het te druk is. Bij de fietsstraat in de Spuistraat nam AT5 vorig jaar al een kijkje. Het gekke is, Amsterdam doet zo'n fantastische dingen voor fietsers. Het is een voorbeeld voor veel steden in de rest van de wereld. Daarom begrijp ik er werkelijk niets van dat deze situatie is gecreëerd. Hoe ziet dan de toekomst eruit voor deze straat? Wat ons betreft niet goed. Onze vraag aan de deelnemers is, waar moeten we dan wel fietsen? Dit is de hoofdfietsroute. Leg hem dan ergens anders, maar er is niks. Een woordvoerder van wethouder Van der Horst laat weten dat het belangrijk is dat de fietsers veilig van A naar B komen en dat ze elke locatie afzonderlijk behandelen. En ach, een beetje Amsterdammer houdt ook wel van wat sensatie. Dit is Amsterdam. Er gebeuren wel meer rare dingen. Ik heb er geen enkel probleem mee. Ik vind het wel leuk. Ik vind het leuk. Ik vind het uitstekend. Beetje spanning in het verkeer. Ja, ik denk het.